Gemeentemededelingen namens de kerkenraad. In verband met coronabesmettingen is er vanmorgen leesdienst. Vanmiddag om 3:00 hoopt dominee G.J. Post voor te gaan. Er is vanmiddag daardoor geen zondagsschool. De 21-plus-vereniging Nicea komt vanmiddag direct na de middagdienst bij elkaar. Volgende week hoopt in beide diensten voor te gaan dominee H.C. Bezemer. De collecten voor vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Donderdagavond 10 februari vergadert de kerkenraad, aanvang 7:30. En in verband met de hulpverleningszondag ligt er in de hal een knutselwerkje voor de kinderen klaar, die ze straks mee mogen nemen. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt, Psalm 25, 7e vers. Luisteren we nu naar de belofte en de vermaning van Gods heilige wet. En in antwoord zingen we daarop Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6. Naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We openen deze morgen Gods heilig woord. We hebben 2 schriftlezingen. Allereerst Genesis 17, vers 9 tot en met 14. En vervolgens Handelingen 16, vers 6 tot en met 15. Dus eerst Genesis 17, vers 9 tot en met 14. Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. Gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u.
Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes, en de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw liedervlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruithebbende wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. En hij heeft mijn verbond gebroken. En dan gaan we naar Handelingen 16, vanaf vers 6 tot en met 15. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. En er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van het deel van Macedonië een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, purperverkoopster van de stad Thyatire, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. De tekst voor de preek die we vanmorgen gaan luisteren, komt uit het voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 16, in het 14e en het 15e vers. Een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Voor alle dingen willen we de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen. En in ons gebed willen we voorbeden doen voor zuster Hamelink. Na een val is zij geopereerd aan haar bovenarm en is nu opgenomen in het zorghotel in Spijkenisse. We willen de Heere danken voor het doorhelpen en zijn sparende hand. Ook willen we denken aan enkele families in onze gemeente die afgelopen week rondom het geopende graf gestaan hebben van een geliefde. En we willen dankzegging doen voor de familie Paul en Petra van der Sluis, de bakker. Op 1 februari is er een dochter geboren. Zij draagt de naam Sifra. Met kind en moeder mag het goed gaan. Laten we de Heere bidden. Heere almachtige en eeuwige God, zo komen we aan het begin van deze dienst tot u in het gebed. Och Heer, en laat het voor ons maar een zegen zijn dat de deuren van uw huis weer geopend staan en dat we weer naar u, naar de kerk mogen gaan.
dat er zoveel zijn in onze omgeving die misschien wel op een bed blijven liggen. Heren, we dragen hen van harte aan u op. Zeg ze de rust op, heren, en laat ze het zien dat we uiteindelijk allemaal reizigers zijn. Reizigers naar de eeuwigheid. Heren, maar wilt u het ons ook leren? We kunnen week in week uit, jaar in jaar uit in uw huis komen en uw woorden horen, maar dat het niet tot ons hart komt. Heren, open ons hart deze morgen. Verlicht ons verstand en dat we het zien mogen, heren, wat werkelijk waarde heeft in dit leven. Heren, want uiteindelijk zijn we allemaal zoals de verloren zoon. We hebben het best naar ons zin in het vergelegen land van de wereld. En u zegt het zelf in uw woord dat er niemand is die naar u zoekt. En er is niemand die naar u vraagt. Daarom hebben we uw hulp zo nodig. Om ons juist bij datgene te bepalen wat tot onze zaligheid en vrede dient. Heren, want er zijn ook afgelopen week weer verschillende families vanuit onze gemeente hebben gestaan bij een geopend graf van hun geliefde. We dragen ze van harte aan u op. Heren, wilt u met ze zijn? Wilt u vertroosting geven? Ook als we korter of langer geleden iemand verloren hebben en geliefde aan de dood hebben moeten afstaan. Heren, het kan soms zo moeilijk zijn. Wilt u daar zijn met uw aanwezigheid? En wilt u geven, Heer, dat er zicht mag komen. Zicht op die borg en middelaar. Op die ene naam in de wereld gegeven. Waardoor we moeten zalig worden. Heer, dat is zo nodig in ons persoonlijk leven. Wilt u het schenken? En wilt u daar toch genadiglijk uw zegen gebieden? Heer, en dan is het een groot voorrecht dat de deuren van uw huis weer openstaan. Want heren, dat is niet vanzelfsprekend. Als er nog niet zo heel lang geleden alweer met maar een heel klein aantal mochten we bijeen zijn. En nu mogen we toch weer met de helft van de gemeente bij elkaar zijn. De helft mag thuis meeluisteren. Heren, wilt u ook daar zijn? Ook als het moeilijk is met de gezinnen. Wilt u ook daar opening geven van uw woord. Verlicht de ogen des verstands. Aandacht. Heer, dan wilt u ook daar helpen. Wilt u ook daar uw geest schenken. Maar ook hier bij ons. Als uw woord open mag gaan. Heer, wilt u dan harten openen. Wilt u erin meekomen. En uw naam groot maken. En dat alles mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. U met uw dienaar zijn, die deze morgen preek hoopt voor te lezen. Heren, wilt u hem helpen. Wilt u hem rust geven in zijn hart. Dat het zaad gestrooid mag worden. In goede aarde mag vallen. Heren, dan willen we ook bidden voor onze zuster Hamelink. Ten val gekomen is. Heren, wilt u haar een spoedig herstel geven. Wilt u met haar zijn. Als ze hoopt te revalideren. Moet daar dan aanwezig zijn. Troost en nabijheid schenken. Heren, dan zijn er ook nog veel meer. Ook in onze gemeente. Die onder behandeling staan. Zoveel jaren misschien. Heren, er zijn er ook nog meer in onze gemeente. Die uitbehandeld zijn. Ach, heren, dat ze hun ogen op u mogen slaan om het van u te verwachten. En dat ze het met de psalmdichter mogen ervaren. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Heren, want dat geeft toch alleen waarde in het leven. Uw woord en uw aanwezigheid. Dat het gemerkt mag worden.
daar waar de zieken zijn. Heren, dan mogen we u ook danken. Paula en Petra van der Sluis, gezonde dochter mogen ontvangen van u. Dat alles wel mocht zijn met moeder en kind. Heren, dat is een zegen van u. U zegent ze met een grote zegen, Heer. Wilt u ze verder naar goed en nabij zijn, dat gezin. Heren, dan bidden we ook voor hen die misschien met verdriet in hun hart dit aanhoren. Omdat ze zelf kinderwens nog niet hebben ontvangen. Wilt u ook daar zijn. Wilt u ook daar vertroosting geven. En dat ze het gedurig maar van u mogen verwachten. Heer, en dat ze het mogen weten. Dat wat bij mensen onmogelijk is, dat is toch mogelijk bij u, de levende God. Heer, zo bidden we ook voor onze gemeente. Ook nu we vakant zijn. Heere, u weet wat dat met zich meebrengt. U zegent ons, Heere, zondag aan zondag. Dat uw woord open mag gaan. Dat u ons een predikant geeft. Heere, wat komen we tekort. Maar geef, Heere, dat het niet een bepaalde tevredenheid bij ons oproept. Heere, want wat is uiteindelijk een kudde zonder herder? Wilt u op uw tijd toch ook weer een herder en een leraar verbinden aan onze gemeente. Dat hij mag wijden in onze gemeente. Dat uw eer en uw naam verheerlijk mag worden. En dat uw koninkrijk mag komen. Heere, schenk dat. Wilt u daarvoor ook het werk wat we als kerkraad doen, zegenen. Heere, we schieten in alles tekort. Maar wilt u ons helpen. Ook als we aankomende donderdag weer bijeen hopen te komen. Als dan ook weer het beroepingswerk op de agenda staat. Heren, dan bidden we van u. Hij laat van ons uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen ons op het rechte spoor ons leiden. Uw geest hebben we nodig, Heren. Geef saamhorigheid, eensgezindheid. Heren, niet alleen in de kerkenraad, maar heel de gemeente. Dat we het ervaren mogen, Heren. Dat er een biddende gemeente om ons heen staat. Juist op dit belangrijke werk. Heere, help ons zo. Neem ons voor uw rekening. Wat kunnen we anders, Heere, dan onze ogen op u slaan. Om het van u te verwachten. Heere, kom over en help ons. Uw naam tot eer. Heere, zo zien onze ogen op u. Om het van u te verwachten. En ons is geen pleitgrond, Heere. Maar we mogen toch pleiten op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die het uitgeroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. Heere, doe het om hem. Uw grote naam tot eer. Om Jezus wel alleen. Amen. Psalm 87, vers 3, vers 4, laten we dat zingen. Tot inleiding van de gelezen preek. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87, 3 en 4.
Na het amen van de preek zingen we: Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Psalm 89, daarvan het 7e vers. Welke vraag, gemeente, hebt u eigenlijk over bekering? Welke vraag heb jij over bekering? Dat is een vraag die ik een aantal jaren geleden instelde op de catechisatie die ik toen mocht geven. En in die groep, 14, 15-jarigen, kwamen er allerlei vragen. Wat is bekering eigenlijk en hoe weet je dat je bekeerd bent? U kunt zich dat wel juist voorstellen bij die leeftijdsgroep. Waarom zou ik me eigenlijk moeten bekeren? En hoe ligt de verhouding tussen Gods werk en onze verantwoordelijkheid? Allerlei vragen. Welke vraag zou jij hebben over dit belangrijke Bijbelse onderwerp? Zou er misschien in Middelhannis iemand zijn die zegt: bij alle vragen die ik zou kunnen bedenken, is er één vraag voor mij het belangrijkste. Hoe zal ik in mijn leven tot bekering komen? Laten we met alle vragen die er kunnen zijn, wie dan ook, gaan luisteren naar de woorden van onze tekst, waarin het gaat om een echte Bijbelse bekering. Gods genade in het leven van Lydia. Dat schrijven we boven de woorden van onze tekst. Gods genade in het leven van Lydia. Er zijn er drie gedachten. Eerste, de leiding in haar leven. Dat begint bij vers 14. Zekere vrouw met name Lydia, purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. In de tweede plaats staan we stil bij de opening van haar hart. Dat is vers 14b. Welk haar hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En tenslotte denken we na over derde, de zegen voor haar huis, vers 15. En als zij gedoopt was en naar huis, bad ze ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Dus drie gedachten. Ten eerste, de leiding in haar leven. Ten tweede, de opening van haar hart. En ten derde, de zegen voor haar huis. Eigenlijk weten we, gemeente, niet zo heel veel over Lydia. Dat is ook iets wat de Bijbelschrijver op een bepaalde manier al duidelijk maakt. Want hoe begint onze tekst, vers 14, een zekere vrouw? Een zekere vrouw, de een of andere vrouw. Een vrouw, niet anders, niet bijzonder dan een of ander mensenkind. Dat wordt hier bedoeld, een zekere vrouw. Dat moeten we onthouden wanneer we straks zullen horen over Gods genade in het leven van Lydia. Die genade werd aan Lydia niet bewezen omdat ze zo bijzonder was. Omdat ze, om zo te zeggen, boven alle andere mensen uitstak. Nee, ze was een vrouw zoals bij andere vrouwen in Filippi. Een zekere vrouw. Ja, we weten zelfs niet of de naam Lydia, die haar in de Bijbel gegeven wordt, wel haar roepnaam is. Want als u Lydia letterlijk vertaalt, betekent dit heel eenvoudig de Lydische. De vrouw uit de landstreek Lydië. Het zou heel goed kunnen dat ze de naam Lydia gekregen heeft in Filippi. Waar ze, zoals we straks nog zullen horen, voor zaken was ver bij Lydië, waar ze vandaan kwam. Nu zou het kunnen dat ze eenvoudig Lydia, de Lydische, werd genoemd naar de streek waar ze vandaan kwam. Zoals we van Rut lezen dat ze de Moabitische werd genoemd. Op grond van het feit dat ze uit Moab kwam. Een vrouw dus die in vele opzichten voor ons een onbekende blijft. Maar de Bijbel vertelt dan toch in onze tekst drie dingen van haar. Laten we ze in willekeurige volgorde eens langsgaan. Het eerste wat ik u aanwijs in onze tekst is dat Lydia kwam uit de stad Thyatira. Een stad gelegen in wat de Bijbel genoemd wordt Klein-Azië. We zeggen tegenwoordig Turkije.
De stad die bekend was vanwege de vervaardiging van kostbaar purperverf, waar weer stoffen mee geverfd werden. Wel daar liggen de wortels van Lydia, in Thyatira. Het tweede wat onze tekst noemt is dat ze een purperverkoopster was. Dat was dus haar beroep. We weten niet of Lydia vrijgezel was, dat ze weduwe was geworden op jonge leeftijd, dat ze zaak van haar vader, van haar man heeft voortgezet. Maar in ieder geval, ze was handelaarster in purperverf of in stoffen die met de kostbare verf geverfd werden. Ze heeft die stof, naar alle waarschijnlijkheid, ingekocht in de stad waar ze vandaan kwam, in Thyatira. Daar kende ze natuurlijk de mensen. Daar wist ze waar ze wezen moest. En ze heeft die stoffen verkocht aan anderen in de stad waar we haar in onze tekst vanmorgen aantreffen, in Filippi. Lydia was dus, daar moet u wel op rekenen, een drukke bezette vrouw. Een vrouw die een drukke baan heeft. Een vrouw die handel dreef, internationaal zouden we zeggen. Maar dat heeft Lydia er niet van weerhouden, alle drukte in haar leven en alle bezigheden. Nou, zo zouden er vanmorgen ook hier kunnen zijn in Middelharnis. Mensen die het druk hebben, met zaken misschien, met allerlei bezigheden in het leven. Maar het heeft Lydia er toch niet van weerhouden om, ja, wat ze zegt in onze tekst in vers 14, om God te dienen. Die God diende. Dat is de derde wat over deze vrouw gezegd wordt. Die God diende. Nu moet er over die uitdrukking geen misverstand ontstaan. Want wat betekent nu eigenlijk die God diende? We gebruiken die uitdrukking God dienen of God vrezen nogal eens. En dat mag ook. Ook voor mensen die de Heere door genade hebben leren kennen in hun leven. Zo wordt die uitdrukking in de Bijbel ook vaak gebruikt. Maar wanneer u in het boek Handelingen voor u heeft, dan heeft die uitdrukking, God dienen of God vrezen, een wat andere betekenis. Het is belangrijk om dat te beseffen, want anders snappen we bepaalde dingen niet. In het boek Handelingen heeft die aanduiding, God dienen of God vrezen, altijd deze betekenis, dat het iemand aanduidt die van heidense afkomst is en die op de een of andere wonderlijke manier in contact gekomen is met de God van Israël en met het woord van Israëls God. Dat zijn dus de heidenen die in de synagoge terecht zijn gekomen en daar het woord hebben gehoord en onder de bekoring van dat woord zijn geraakt. Die mensen worden in het boek Handelingen door Lucas steeds aangeduid met de term Godvrezende of mensen die God dienen. U kunt dat op verschillende plaatsen in dit Bijbelboek lezen. Dat geldt dus ook voor Lydia. Lydia diende God. Dat betekent, ze was van heidense afkomst, maar ze is op de een of andere wijze in aanraking gekomen met de boeken van het Oude Testament. Met de prediking zoals die klonk in de synagoge. En die prediking is haar gaan interesseren, is haar gaan boeien. Ondanks haar heidense afkomst zocht ze toch telkens weer een plaats onder dat vreemde woord voor een voor haar onbekende God. En zo is het dat we haar ook aantreffen. Ja, op welke plaats? Als je nog even meekijkt, dan ziet u hoe dat aangeduid wordt in de 13e vers. Daar schrijft Lucas, die ook bij deze zendingsreis aanwezig is geweest, op de dag van de Sabbat gingen we buiten de stad Filippi aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. We krijgen de indruk dat in Filippi de stad, waar Paulus aangekomen was met zijn reisgenoten, zo weinig Joden waren, althans zo weinig Joodse mannen waren, dat er geen synagoge is geweest. Maar dat de Joden die toch wilden samenkomen om zich te stellen onder het woord van God, God van Israël, dat ze een plaats zochten overdekt of in de open lucht, dat weten we niet. Maar buiten de stad aan de rivier, daar is Paulus naartoe gegaan, volgens zijn gewoonte. En daar is dan ook Lydia. En dan komen we bij een belangrijk punt. Want dat betekent dus dat de weg van het evangelie, van de prediking van het evangelie, en de weg van de Lydia elkaar gaan kruisen. En dat is wonderlijk. Het is zeker wonderlijk wanneer we onze tekst nog eens een ogenblik houden in het licht van de zendingsreis van Paulus.
Zoals we daar in onze tweede schriftlezing over gelezen hebben. De jonge mensen, de kinderen en de ouderen natuurlijk ook. Die moeten dit later vandaag nog maar eens nakijken. Ik denk dat verschillende van u en jullie de Bijbel met uitweg wel zullen hebben aangeschaft. Waar allerlei kaartjes in te vinden zijn. Ook van de zendingsreizen van Paulus. Ook van deze zendingsreis. En op een van die kaartjes is heel duidelijk te zien hoe Paulus vanuit Israël een reis maakt in de richting van het westen. En hoe hij steeds verder Klein-Azië, Turkije ingaat. Steeds verder naar het westen. En dan hebben we gelezen, en dan moet hij die plaatsnamen nog maar eens opzoeken op de kaart. Dan hebben we gelezen dat Paulus voortdurend zoekt naar mogelijkheden om naar boven te gaan. Om naar het noorden te gaan. Of naar het zuiden. Maar er staat bij de herhaling dat de Heilige Geest hem dat verhindert. Dat de Heilige Geest dat niet toeliet. Paulus heeft naar Bithynië geprobeerd te reizen. En de Geest liet het hem niet toe. En in vers 6 van onze teksthoofdstuk staat dat ze door de Heilige Geest verhinderd werden om het woord in Azië te spreken. Dus hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar Paulus heeft kennelijk ondervonden dat overal waar hij het evangelie wilde preken, de deuren voor hem dichtgingen. En zo werd hij voortgestuwd steeds verder naar het westen. Totdat hij kwam in de havenstad Troas. Daar in Troas, ja, daar krijgt hij een gezicht van een man die wenkt. En die zegt, kom over naar Macedonië en help ons. En uit dat gezicht besluiten Paulus en zijn reisgenoten dat ze de oversteek moeten maken. De Egeïsche Zee moet overzeilen. Ik denk zo'n 300 kilometer ongeveer. Misschien iets minder, maar een flinke zeereis. En dat ze aan de overzijde het evangelie moeten verkondigen. En wat is dan nu het wonderlijke ervan? Waar kwam Lydia vandaan? Ik denk dat u het nogal weet, uit Thyatira, een stad in Klein-Azië. En Paulus is in Klein-Azië geweest en hij heeft geprobeerd om daar het evangelie te prediken. Maar de deuren gingen overal dicht. En hij werd verhinderd om het woord in Klein-Azië misschien ook wel in Thyatira te preken. De Heilige Geest stuurt hem in de richting van Filippi in Griekenland. Aan de andere kant van de zee. Precies waar Lydia op dat moment is. Dus eerst heeft Paulus geprobeerd om het evangelie te prediken in de omgeving van de geboorteplaats van Lydia, waar Lydia haar wortels had, waar ze vandaan kwam. En daar kon het niet. Daar ging het niet. En toen heeft de Heilige Geest Paulus gedreven naar de plaats waar Lydia wel was. Ziet u daarin hoe wonderlijk de wegen van de Heere zijn? Hoe de Heere zich niet vergist? Hoe hij zijn dienaren roept en zendt? En hoe de Heere soms wegen sluit, afsluit? Hoe deuren voor een dienaar gesloten kunnen worden? En hoe de Heere zijn dienaren zendt naar de plaatsen waar hij wil? Dat ze preken zullen waar hij wil. Nu moet u altijd bedenken, en ik ook, dat iedere stap die Paulus op zijn zendingsreis gezet heeft en iedere meter die een dienaar van het woord in de dienst van zijn koning aflegt, betaald is door de wankele voeten van de Heer Jezus Christus op weg naar Golgotha. Het is niet verdiend van onze kant wanneer een dienaar met het woord tot ons komt. God geeft vanuit zijn genade en in zijn onfeilbare diepte wijsheid dienaren. En zelfs hun reizen en hun woorden en hun dienst. Het is betaald met het bloed van de lijdende en stervende zaligmaker. Kijk, zo is het dat de weg, de levensweg van Lydia en de weg van het evangelie van Paulus elkaar gaan kruisen. En dat ze elkaar ontmoeten. Een wonder, zegt u. Ja, maar het is, laten we niet vergeten, altijd een wonder. Wanneer we de levensweg van een jongen of van een meisje, of man of een vrouw, de weg van het evangelie kruist. Dat is dus ook vandaag zo. Het is een wonder, jongens, dat je hier in de kerk bent. Of thuis meeluistert.
Misschien dat er wel jonge mensen zijn die hier zitten tegen hun zin in. Het is een wonder dat God je in de kerk gebracht heeft. Het is een wonder als je geboren werd in een gezin waar de Bijbel open ging. En waar je vader en de moeder, als je die mag hebben, je met alle gebrek toch proberen te bepalen bij de dienst van de Heer. Daar heb jij toen je geboren werd, daar heb u toen u geboren werd, nooit naar gevraagd. En ik ook niet. En de Heer gaf het wel, onderscheid van zoveel mensen die dat niet hebben. Eigenlijk ook aangrijpend. Dat er zoveel mensen zijn. Middelhannis, Friesland en Amsterdam, Rotterdam, noemt u het maar op. Dat er zoveel mensen zijn. Een regenachtige zondag, dat het geen mooi weer is, maar blijven liggen. En denken van, ach, ik weet ook eigenlijk niet hoe ik deze dag anders door moet brengen. Mensen die misschien niet eens weten dat er een God is in de hemel. Mensen die niet weten dat ze een ziel hebben voor de eeuwigheid. Mensen die niet weten dat ze onderweg zijn, als God het niet verhoedt, naar hun eeuwig verderf. En nu heeft de Heere u en jou al die dingen, althans uitwendig, nog bekendgemaakt. Hij laat het zondag in, zondag uit, in je oren klinken. Zouden we ons hart niet moeten verbreken vanmorgen? Wat heeft de Heer ongevraagd al een moeite besteed aan u en aan jou en aan mij in ons leven? Wat heeft hij vele keren met zijn woord geklopt op de deur van ons hart? De Heer zal toch vandaag, en ik zeg het met veel schroom, maar de Heer zal toch vandaag tegen mij en tegen u toch kunnen zeggen, nu is het wel genoeg geweest. Nu heb je het echt wel gehoord hoor, wat tot je vrede dient. En als je dan toch niet bekend hebt wat tot je vrede dient, als je dan misschien met allerlei godsdienstige en vrome voorwenselen het woord van de Heer en de roepstem van de Heer altijd maar op een afstand hebt gehouden, een wonder Gods leiding in Lydia's leven. Onze tweede gedachte, de opening van haar hart. We lezen verder in onze tekst, vers 14. We hebben nagedacht over een zekere vrouw met name Lydia, purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende. En daar komt het, dan staat er heel nadrukkelijk, en zij hoorde. En nu en in mijn vertaling staat er, ze hoorde ons. Het woordje ons staat schuin gedrukt. Dat is toegevoegd voor de duidelijkheid. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst dus niet. Er staat alleen, toen Paulus daar kwam, ter plaatse bij de rivier, en toen hij het evangelie heeft gepredikt, toen heeft Lydia geluisterd. Doe u dat? Doe jij dat? Echt luisteren? Luisteren naar het woord van de Heere. Met aandacht, daar ligt ook iets in, gemeente. Iets van onze eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen onszelf tot geweldige veel schade zijn wanneer we in de kerk zijn. Laten we maar, een paar dingen noemen. Wanneer je heel bewust op zaterdagavond of in de nacht, op zaterdag op zondag, veel te laat gemaakt hebt. En je komt moe in de kerk. En je dut en je dommelt wat weg onder de preek. Dat is tot schade van je ziel. Dan kun je niet luisteren. Of wanneer je naar de kerk gaat zonder te vragen of de Heer tot je hart wil spreken. De Heer is er vrij in gemeente om een zegen te geven. En hij kan een zegen geven, ondanks ons gebed. Wat we wel zouden moeten doen, is voordat we naar huis gaan, naar Gods huis gaan, vragen om een zegen. Hoort u? Hoor jij echt? Is er nu heel eenvoudig toen u uw handen vouwde? Toen jij je handen vouwde? Dat mag een kind ook doen. Mag een jongere ook doen. Ik weet nog dat ik zelf een jaar of 9, 10 was. En dat ik zo om me heen zag gebeuren aan het begin van de dienst. Ik dacht altijd, dat is zeker iets voor volwassenen. Om dan te bidden. Maar als je hier als kind of als jonger in de kerk bent, dan is een poosje stil en de dominee bidt onderaan de preekstoel.
Dan mag je ook, dan moet je ook, je handen vouwen en je ogen sluiten en vragen of de Heere wil spreken tot je hart. Spreek, Heere, en geef u mij geopende oren. En wilt u uw woord zegenen? En vergeet dan niet, in die enkele minuut die je hebt, ook de dominee maar niet. Wilt u de dominee helpen als hij uw woord moet spreken? Wat zou het gemeente voor de Heere zijn, wanneer de mens onder de prediking uit onverschilligheid zit te slapen? Ik heb het er niet over wat dat voor een dominee is, voor een mens is. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Maar wat zou het voor de Heere zijn? Zou het moeten betekenen als die zijn dienaren zendt met zijn woord, met woorden van eeuwig leven, en een mens sluit zijn ogen, verveeld? Lydia hoorde. En dat staat er in onze tekst. We komen bij de tweede helft van vers 14. Welke hart de Heere heeft geopend. Dat is een belangrijk vers. Een belangrijk woord waar we een ogenblik bij stil moeten staan. Daar staat dus dat onder de prediking van Paulus de Heere door zijn Heilige Geest, mogen we wel aanvullen, het hart van Lydia heeft geopend. Wat betekent dat? Dat betekent om te beginnen dat het hart van Lydia dus nog gesloten was voor God en voor zijn woord. Dat is een aangrijpende les die we vanmorgen vanuit ons tekstwoorden tot ons komt. Hoe is het van nature met u, met jou, met mijn hart onder prediking van het woord? Van nature is het zo dat ons hart gesloten is. Ja, het staat open voor allerlei dingen. Het staat open voor de wereld en voor de zonde. Het staat open voor misschien wel zondige grappen en grollen. Die onthoud je zo. En ik ook. Maar het is gesloten voor God en voor zijn woord. En voor zijn evangelie. Dat God gemeente zelfs voor Lydia, die vrouw van wie stond dat ze God diende. Die vrouw die toch een bepaalde interesse voor het woord van de Heer had gekregen. Die vrouw die toch niet meer bij de synagoge of bij de plaats van het gebed vandaan kon blijven. Al was dat allemaal in haar leven gebeurd, al had ze interesse gekregen, haar hart was met dat alles nog gesloten. Het is een zegen als een mens interesse krijgt voor het woord van de Heer. Vraag maar of je er interesse in mag krijgen. Het woord van God, dat is een zegen als je gaat grijpen naar de Bijbel, als je erin gaat lezen. Als je van dat woord niet meer los kunt komen. Als de vraag gaat leven in je hart. Heere, wie bent u toch, Heere? Mag ik u leren kennen? Dat is een zegen, en toch? En dan denk ik ook even aan de ouderen, de ouders. Zullen we er altijd, ik zeg het ook tegen mezelf, altijd wel beducht voor zijn dat we mensen met interesse, ouder of jonger, niet haastig, zoals de Bijbel dat zegt, de handen op zullen leggen. En dat we zouden zeggen, nou joh, die interesse heb je toch ook niet van jezelf, dat is Gods werk. Dan is het toch wel een beginsel van genade in je leven. Om een mens op te bouwen, op gronden die niet houden, in het licht van de eeuwigheid. Laten we ze maar leggen naast de woorden van onze tekst vanmorgen. Lydia was een vrouw met interesse, maar met een gesloten hart. Misschien zijn er vanmorgen wel jongeren of ouderen, het interesse van voor Gods woord. Veel interesse, dank er de Heere maar voor, maar vraag ook aan de Heere, Heere, geeft u dat mijn hart geopend mag worden door uw geest. Want kijk, dat was nodig, dat was ook bij Lydia nodig. Haar hart moest geopend worden, en dat is ook bij ons nodig. Wanneer dat dan nog niet gebeurd is, tussen wieg en graf, moet ons hart geopend worden door de Heere. Ik zou het nog anders kunnen zeggen. Moet ons hart geopend worden? Door wie dan? Door Paulus? Nee, Paulus kan dat niet. Maar een dienaar van het woord, die kan dat ook niet. Moet dat hart dan geopend worden door Lydia? Ja, dat hart moet geopend worden door Lydia, gemeente, of niet? Dat hart moet toch geopend worden door Lydia? Daar heeft de Heer toch recht op als hij komt met zijn woord. Als hij komt met zijn lieflijke aanbiedingen van het evangelie. En hij klopt op de deur van het hart van Lydia. Dan heeft de Heer er toch recht op dat Lydia haar hart zou openen voor de Heer.
dan heeft de Heer er toch recht op dat u, dat jij en ik ons hart zouden openen voor de Heer. Waarom zeg ik dat vanmorgen? U schrikt daar misschien wel van. Waarom zeg ik dit dan zo vanmorgen? Wel om u te wijzen op onze verantwoordelijkheid. Want een mens zou in de kerk kunnen komen, jaar in jaar uit, een keurig leven kunnen leiden en zijn plaats kunnen innemen, maar ja, onbekeerd. Nee, mijn hart is niet geopend, dominee. Dat moet nog gebeuren. En ja, dat moet de Heere doen. Ik kom trouw in de kerk en ik bid iedere dag. Ik lees uit de Bijbel en uit mijn dagboek. We proberen onze kinderen op te voeden bij de waarheid. En we proberen er ook echt naar te leven. Maar een mens kan het zichzelf niet geven. Gemeente, dat is een houding die is een gruwel in de ogen van de Heere. Dan zegt de Heere vanmorgen tegen u: maar mens, ik heb er recht op dat u uw hart niet langer vijandig gesloten houdt. Want ik heb al zo vaak geklopt op de deur van uw hart en van uw leven. Ik heb tegen u gezegd: gij die geen geld hebt, waarom weegt gij geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En daarom, Lydia en u, en jij en ik, wij moeten ons hart openen voor de Heere. Daar heeft de Heere recht op. Dat eist de Heere ook van ons. Maar onze ellende, onze val is zo diep en zo groot dat wij het niet eens meer willen. En daarom ook niet kunnen. Een zegen, als je daarachter komt. Heel persoonlijk. Als dat niet iets is wat u maar geleerd hebt, als een waarheid in het algemeen, maar als u het heel persoonlijk leert, als dat nood wordt, als de Heer met zijn woord naar je toe komt, zondag in, zondag uit, en al die roepstemmen klinken, die kloppen op de deur van je hart, en je beseft: Heere, ik zou voor u moeten buigen. Mijn hart zou geopend moeten worden voor u. Maar mijn hart is zo hard, zo steenhard. Ik kan mijn hart niet openen voor u. Kijk, voor zulke mensen ligt er evangelie in de woorden van onze tekst. Dat de Heer nu zo onwelsprekend goed is, gemeente, dat hij niet alleen Paulus met het woord naar Lydia toezond, maar dat de Heer ook zo goed wil zijn dat hij nog harten van zondaren wil openen. En als dat gebeurt, hè, als dat gebeurt, dan ga je pas echt voor het eerst zien, echt zien, dat je al die tijd de deur dicht hebt gehouden. Wat wordt er dan een schuld? Al die keren dat je onbekeerd in de kerk zat, dat wordt schuld. O God, ik heb niet neutraal in de kerk gezeten, maar ik heb altijd gevochten. En ik heb de grendel van de deur altijd vastgehouden om die deur maar gesloten te houden. Als de Heer er toch niet aan te pas komt, welker hart de Heere heeft geopend. Dat is dus de Bijbelse lijn in deze tekst. Heel nadrukkelijk die naar voren komt. We hebben gemeente, we hebben ook ouders. Voor de bekering van onze kinderen, van onze eigen bekering, we hebben God nodig. En een wonder van God. We moeten onze kinderen wijzen, onze jonge mensen wijzen op hun verantwoordelijkheden. De grote gave die de Heer geeft aan de aanbiedingen in het evangelie. Maar we moeten daarbij ook niet voorbij gaan aan het feit dat er een wonder van genade nodig is. Je moet daar nog maar eens over lezen in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3-4 is het eerste hoofdstuk, paragraaf 11 en 12. Daar komen de woorden van onze tekst haast letterlijk terug. Daar wordt gesproken over Gods geest die het hart opent. En dan staat er in artikel 12 dat dit zo'n groot wonder is dat het te vergelijken is met de schepping van de wereld, of met een opwekking van de doden. Dat is dus het wonder wat hier gebeurt als Lydia's hart geopend wordt. Dat is dan zo'n groot wonder, eenzelfde groot wonder, als er op dit moment op de begraafplaats van Middelhannes een dode zou opstaan uit het graf en hier in ons midden zou komen. God maakt een geestelijk dood mens levend. En daarom, als u deze genade in uw leven mag kennen, dat de Heer uw hart geopend heeft, dan kan het niet anders. Dan ben je een mens van het wonder. Dan kan het niet anders.
Dan is het niet van toen en toen heb ik mijn hart opengesteld voor de Heer. Nee, dan kom je in het wonder. Steeds meer en weer in het wonder terecht. Heere, wat heeft u toch bewogen? Dat u niet mij alleen nagewandeld hebt met uw woord, maar dat u ook mijn hart wilde openen. Ja, en wat gebeurt er dan? Vraagt iemand als het hart geopend wordt. Wel, dat lezen we aan het slot van vers 14. Welker hart de Heere geopend heeft, dat zij acht nam op hetgeen wat Paulus gesproken werd. Ze nam acht, dat betekent, ze gaf haar volle aandacht aan wat Paulus zei. Wat Paulus predikte. Ze gaf haar volle aandacht. Niet alleen de aandacht van haar verstand, maar ook de aandacht van haar hart aan de prediking van het evangelie. Ze hield zich aan dat evangelie. En ze geloofde dat evangelie. Calvijn tekent bij de woorden van onze tekst. Lydia kwam tot het omhelzen van het geloof in Christus. Lydia kwam tot het omhelzen. Het geloof in Christus. Het is hetzelfde als wat u leest ook weer in de Dordtse leerregels. Artikel 12. Die wederom geboren worden en daadwerkelijk geloven. Dus deze Lydia heeft ongetwijfeld gemeente. Dat hoef ik niet te verzinnen en ik mag ook helemaal niets verzinnen. Maar de Bijbelse lijn is dan toch dat het geloof is dat een arme, een verloren zondaar, een zondaar die van God in de schuld en in de nood gebracht is, ook met het oog van het geloof mocht zien op Christus die gepredikt werd. Daar, bij de rivier buiten Filippi, daar heeft Paulus Christus gepredikt in zijn noodzaak. Hij heeft uitgelegd waarom een mens belang heeft bij deze zaligmaker. Maar hij heeft Christus ook gepreekt in zijn gepastheid. Hoe die volkomen zaligmaker nu past bij een verloren, volkomen verloren zondaar. En hij heeft Christus ook gepredikt in zijn dierbaarheid, in zijn schuldovernemende werk, in zijn zondaarsliefde. En toen heeft Lydia mogen naderen en de hand des geloofs mogen leggen op Christus. Dat is een diepe betekenis in de lijn van onze reformatoren. Dat is de diepe betekenis van dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. De opening van haar hart. Als je hart nu niet geopend is, als je nu vanmorgen in de kerk zit en u en jij moet zeggen, ik sta er buiten, dan geeft onze tekst daar twee aanwijzingen voor. De eerste aanwijzing is om de Heere te voeten vallen en te vragen of hij uw hart wil openen. Maar het tweede wat onze tekst ook als aanwijzing geeft is, waar werd het hart van Lydia geopend? Onder welke omstandigheden was dat? Dat was toen Lydia op de plaats des gebeds onder de prediking van het evangelie kwam. Volgens mij heb ik het u wel eens eerder gezegd, wie nat wil worden, u kent die uitspraak ook wel van anderen, wie nat wil worden moet in de regen gaan staan. Wie bekeerd wil worden, wie een geopend hart wil ontvangen, die heeft zich biddend te plaatsen onder de prediking van het woord. Die zal ook steeds een plaats onder dat woord moeten zoeken. Lydia, haar hart werd geopend op de plaats des gebeds, onder de prediking van het evangelie. En er staat in taal van het Nieuwe Testament een werkwoordsvorm, zij hoorde, die we ook zouden mogen vertalen met zij hoorden telkens en telkens en telkens weer. Misschien zijn er uitleggers die dat veronderstellen. Heeft Paulus wel verschillende sabbatten lang gepreekt. Iedere keer was Lydia er weer. En toen, dat vindt hij in het Grieks van het Nieuwe Testament, een wisseling in de tijd. Toen Lydia zo voortdurend aan het horen was, toen heeft de Heere haar hart geopend. Nog iets over onze laatste gedachte, de zegen voor haar huis. Vers 15. En als ze gedoopt was en haar huis, Lydia wordt gedoopt, zo gebeurt dat. Het was natuurlijk ook een zendingssituatie. Ik zat er vanmorgen nog na te denken op de weg. Zo zou dat toch eigenlijk veel meer onder ons moeten gebeuren, of niet? Ik bedoel niet de volwassen doop in plaats van de kinderdoop.
Maar ik bedoel wel de volwassen doop. Dat zou toch veel meer, ik zeg het ook tegen mezelf, dat zou toch veel meer gezien moeten worden in onze gemeente? Ik weet wel, we kunnen de Heer niet dwingen in zijn vrijmacht. Maar wie bidt daar nu nog om de bekering van mensen die God niet dienen, die God niet kennen en midden in de wereld leven? Als de Heer ze bracht onder het woord en als de Heer werkte, bekerend werkte in hun hart en in hun leven, zoals je werkt bij Lydia, dan zouden ze hiervoorin, of waar dan ook, dan zouden ze als volwassenen gedoopt worden. Wat is er ook in het leven van Gods kinderen soms zo weinig bewogenheid met de wereld om ons heen? Dan schudden we ons hoofd wel over al het trieste wat er gebeurt en al het dwaze wat we zien. Maar wat is er zo weinig bewogenheid met zielen? Prijs naar de eeuwigheid. Lydia wordt gedoopt. Want ze is ook werkelijk tot geloof gekomen. Maar dan staat er iets bij in onze tekst. Als ze gedoopt werd en haar huis. Haar huis. Dat is in de Bijbel de taal van de Bijbel de aanduiding. Althans, dat kan de aanduiding zijn voor twee dingen. Met het huis kan bedoeld worden de kinderen. Het is niet helemaal zeker of Lydia zelfs kinderen had. Of ze getrouwd is geweest. Of dat ze, ik zei het u al, ze ooit tot een huwelijk kwam. Maar als ze kinderen had, dan worden die ermee bedoeld. Met het huis wordt in de taal van het Nieuwe Testament ook bedoeld het dienstpersoneel. De mensen die als slaven, slavinnen in dienst waren van Lydia. Zo was dat in die tijd. En hun kinderen. Want het woord huis, zoals dat hier gebruikt wordt, heeft altijd in de betekenis ook het nageslacht. Wel, die worden dus ook gedoopt. Lydia wordt gedoopt. Ze is tot geloof gekomen door Gods genade. En haar huis wordt gedoopt. Misschien haar kinderen. In elk geval haar dienstpersoneel en hun kinderen. Waarom is dat? Is dat omdat het huis van Lydia, die kinderen en die slaven en die slavinnen, ook allemaal onder de prediking van Paulus tot geloof en bekering zijn gekomen? Is dat omdat hun hart ook door de Heer is geopend? Het zou kunnen, maar ik lees het niet in de Bijbel. Ik lees, Lydia's hart werd geopend en ze werd gedoopt en haar huis werd ook gedoopt. Hoe moeten we dat verklaren? Ik denk dat u me in gedachten al voor bent. Want we komen in de Bijbel een situatie tegen die daar heel veel op lijkt. We hebben erover gelezen in Genesis. Aangaat met mensenkinderen, dat is een tekening van ons allen zoals we hier bijeen zijn. Wij hebben allemaal zo'n plaats, zoals het huis van Lydia ook had. Een plaats waarin we verkeren, onder de voorrechten van het verbond. Ik heb dat net al even aangestipt, dat de weg van evangelieprediking ook uw levensweg kruiste. Meer nog, dat u voor het overgrote deel van jongs af aan al een plaats onder hebt gehad, dat je leeft onder de aanbiedingen van het evangelie. Dat zijn voorrechten. En tegelijkertijd, de Heer spreekt ook zijn eis uit over je leven. Het is inderdaad ook zo, al wordt uw uitspraak misschien wel eens wat verguisd aan de ene kant. Wordt die uitspraak soms ook wel eens eenzijdig gedaan aan de andere kant. Maar het is dus ook echt zo, jonge mensen en ouderen, dat je met een gedoopt voorhoofd op bepaalde plaatsen helemaal niet mag komen. Waar was je gisteravond en vrijdagavond en waar was u? U hebt gelijk als u zegt, dominee, maar daar gaat het verbond toch niet in op. Het is toch niet de bedoeling dat er gesproken wordt over waar je was met je gedoopte voorhoofd. Er is dan nog veel meer te zeggen over het gedoopte voorhoofd, jazeker. Maar dat hoort er wel bij. De eis van God, die niet alleen recht heeft op u, op jou als leven als je schepper, maar ook nog eens als de God van het verbond. En dezelfde God die zijn rechten heeft, die komt ook met zijn verbondseisen. Die schenkt ook nog eens de verbondsvoorrechten. Nee, dat betekent niet, gemeente, dat alle mensen die op dat erf van het verbond zijn ook zalig worden. Een mens kan deze zaken ook naast zich neerleggen. Wat heeft de Heere, en dan blijf ik maar even bij het voorbeeld van Abraham, van wie we gelezen hebben, wat heeft de Heere die zegen van een plaats op het verbond ook willen zegenen en uitwerken? Het leven van sommige van Abraham's slaven. Denkt u maar aan Eliezer. Als ik de Bijbel lees, krijg ik de indruk dat het een man was
die de Heere vreesde. Eliezer, een Damaskener, inwoner van Damascus, een heiden. Inwoner van Damascus, een heiden, maar door Gods genade gebracht in de tent van Abraham. En hij mocht er ook onder de zegen van de Heere eeuwig goed mee zijn. En dan nog één ding. Ja, als Lydia dan gedoopt is in haar huis, dan doet ze een verzoek. Kom in mijn huis en blijf er. Dat betekent dat Lydia dus christelijke herbergzaamheid en gastvrijheid heeft bewezen. Aan rondtrekkende een dienaar van het woord. Paulus met zijn metgezellen betekent ook dat ze hier een verzoek doet voor haar huis. En dan moet u dat huis ook weer houden in de betekenis zoals we dat hebben nagegaan. Kom in mijn huis, dat betekent ook, kom met de prediking van het evangelie in mijn huis, onder mijn slaven, onder mijn slavinnen, onder mijn kinderen als ze die had. En u wilt Paulus en Lucas en Silas, wilt u het onderwijzen in het woord. En daar staat er, zij dwong ons, dat is het laatste, zij dwong ons. Dringend, haast dwingend doet ze dat verzoek. Want er is een honger naar het woord in het hart van Lydia. En er is bewogenheid, al degenen die tot haar huis behoren. Omdat Lydia heeft gezien, voor hen is maar één ding nodig, die hun hart ook geopend wordt. Dat hun hart ook geopend wordt. Dat ze ook tot geloof gebracht worden. Daarom wil ze dat het evangelie gepredikt wordt. Daarom wil ze dat het nog een paar dagen zo is, dat Paulus met zijn reisgenoten en met de prediking van het evangelie in haar huis verkeert. En dan dwingt ze hen. Dat is een bijzonder woord dat hier gebruikt wordt. Wat we door de evangelist Lucas alleen nog gebruikt vinden in het gedeelte over, misschien bent u me in gedachten al voor, over de Emmausgangers. Als ze onderweg zijn en aangekomen zijn bij hun huis met die onbekende vreemdeling die hun harten brandende maakte. Zitten hier mensen in de kerk met brandende harten? Die toch niet weten hoe ze verder moeten? Alles is zo donker geworden. De avond is nabij en de dag is gedaald. Zoals het in Lucas 24 staat. Uw hart brandt van verlangen. En u weet niet hoe het verder moet. Dan staat er. En zij dwongen hem. Heere, blijf bij ons. Soms mag u de Heere heilig dringend bidden. Heilig dwingen, als ik het zo zeggen mag. Niet als rechthebbende, maar als een rechteloze. En toch, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Als het hier nog nood is, gesloten hart vanmorgen in de kerk. Heere, open mijn hart toch. Heere, doe het toch. Om de eer van uw naam, doe het toch. Om de uitbreiding van uw koninkrijk, doe het toch. De Heere wil zich nog laten dringen. En u, die mag weten van Gods opzoekende liefde in uw leven, leg uw levensgang nog maar eens naast die van Lydia. En bedenk nog maar eens hoe het kwam dat de Heere u opzocht. En waar u het aan te danken heeft dat de Heere u opzocht. En laat u het maar bij vernieuwing in verwondering mogen brengen. Heere, wat heeft het u toch bewogen? En in de gunning, datzelfde wat u ontvangen mocht, ook te begeren voor uw huis, voor anderen in de gemeente, tot eer van Gods naam. Amen.
Laten we samen de Heere danken. Heere, zo past het ons om uw grote naam te danken aan het einde van deze dienst. We hebben uw woord mogen horen. Heere, dat is een grote verantwoording. Want we zijn uiteindelijk allemaal op reis. Reizigers naar de eeuwigheid. En we hebben een ziel in ons om te dragen, Heere. Die gaat naar zijn eeuwig huis. Heere, geef dat we die ernst in ons leven mogen kennen en weten. Dat we niet gedachteloos leven, Heere. En aan uw woord voorbij leven. En uiteindelijk de genietingen van de wereld boven uw woord gaan. Heere, bewaar ons daar toch voor. En wilt u zorgen voor ons, voor heel onze gemeente. Van de jonge Sifra tot al de oudste toe. Nieuw-Rijzenburg, maar ook die nog met ons meeluisteren. Die de leeftijd hebben bereikt van de zeer sterken. Misschien wel bijna 100 jaar zijn. Heere, zorg voor heel onze gemeente. Ga ons niet voorbij, Heere. Maar wilt u ons achtervolgen met uw heiligt? U heeft geen dood en u heeft geen lust in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. Zo bent u uit op ons leven, Heer, op ons levensbehoud. En u staat uiteindelijk op de uitkijk, deze morgen. Te zien of er een jongen of een meisje terugkomt naar u. Tot zichzelf gekomen zijn. Dat lezen we over de verloren zoon. Dat hebben we nodig, Heer, dat we tot onszelf komen. Doe dat grote wonder in ons alle leven. En dat we zo van dood levend mogen worden. Heere, ga zo met ons mee. Het verdere van deze dag. Dat u vanmiddag bij dominee Post zijn. Zij wederom uw woord hoopt uit te dragen. Achtervolgt het met uw zegen. Dat het in goede aarde mag vallen. Heere, heb dank voor alles wat u ons heeft willen geven. Uw grote naam zij de eer en de lof in alle eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Psalm 119, vers 84.
De gelezen preek is van dominee A.J.T. Ruys. Laten we eindigen met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.